Gek van Capelle is hij. Bijna 500 heeft hij gefotografeerd en gedocumenteerd op zijn website. Marius Kemmeren uit Loon op Zand heeft een speciale website met daarop bijna alle kapelletjes in Brabant. En elke zondag trekt hij erop uit op zoek naar Capelle. Ja, ik zie hier bij het kapelletje kijken. Want dit is de oudste kapel die uit mijn herinnering. Die kwam vroeger ook mijn vader en moeder. De Mariakapel in Loon op Zand, gebouwd in 1939. Het was de eerste kapel in het leven van de toen nog jonge marines. Omdat wij hier zo ver vandaan woonden, dus dan was hij hier toe wandelen en hier wat binnen en zo, en dan weer terug. En als dat allemaal heel goed ging, dan kreeg je een ijsje van 5 cent. Dat was de tijd. Maar hier is je liefde voor kapelletjes ontstaan? Ik denk het was wel, ja. Ik denk het was wel. En hier bad hij met andere mensen voor een ziek meisje. Er was een meisje in Loon op Zand en er moest schedel gelegd worden. Dat was nogal een zware operatie in die tijd. En ze zijn hier 9 dagen met 50-60 mensen elke dag gaan bidden voor dat meisje. En ze is ook doorgekomen, ook, want ze is totaal met elkaar wel ze is wel zo'n 50 jaar oud geworden, ja. Dus het heeft geholpen om hier? Ja, zonder meer. Van elke kapel die Marinus bezoekt, maakt die foto's. Is die goed gelukt, Marius? Ja, buitengewoon. Toch gaat het hem niet zozeer daarom. Het zijn vooral de ontmoetingen met mensen die hem interesseren. En vaak kent hij ook niet de achtergronden van de kapel. Nee, in zoverre niet. Ik oriënteer me wel breed, niet in de diepte. Want ik vind het mijn leven te kort om daar mijn eigen allemaal druk over te maken. Hoe het allemaal gekomen is. Maar ik lees er wel veel over en ik weet er wel veel van. Maar ik weet het dus het juiste niet allemaal. En zo kende hij ook niet het verhaal achter dit beeld dat hij aantrof in een knotwillig in Dongen. Pas een paar dagen geleden werd dat duidelijk. Een buurtbewoner heeft het erin gezet. Dat beeld zit je daar. Dat heb ik aan een tante gegeven. En die bracht het na een week 4-5 terug. Want die kwam erachter dat het niet gewijd was. Nou, toen heb ik maar bitter armoede eigenlijk, omdat ik niks met dat beeld had, in die boom gezet. Marius begon echt met zijn hobby toen zijn vrouw in 1999 overleed. Hij moest iets gaan doen met die lange zondagen. En zo ontstond het. Nou, ik rijd per zondag, zoals ik op pad ben, 200, 250 kilometer. En bij de vertrek ook morgen vroeg en dan maak ik er een mooie dag van. Wat maakt deze hobby nou zo leuk? De grote vrijheid die ik heb. Hè. Ik kan doen en laten wat ik wil. En als ik soms op pad ben ook, ik voel me heel vrij. Ik ben er gewoon, ik voel me eigenlijk gewoon goed erin. De foto's die Marinus maakt, zet hij op zijn website, Capelle in Brabant. Daar staan niet alleen kapelletjes op, maar ook Mariagrotten, een zogenoemde keskes. Ik kom hier uit de Houtstraat in Udenhout en ik loop in richting de Kuil. Want hier staat namelijk een kesken en daar is een Maria beeldje in. En dat is hier gezet ter ere van de samenvoeging van de twee buurtschappen toen hier die fietspad aangelegd is. Een Maria Keske, is dat een alternatief voor een kapel? Of? Ja, in zekere zin wel. Dat is een alternatief voor een kapel, ja. Nou, een keske, dat is een, dus zoals ik het in mijn eigen taal zeg, een paal met een kastje met een vrouwke erin. En dat is dus van ons geloof uit, brengt daar samen. Nou, ik heb aan kapellen, dus aan kapellen, keskes en grotten, heb ik er 480 tot 490 op staan. Daar staan wel meer foto's op, maar dat zijn het interieurs van kapellen bij spreken. Maar hebben ze dan allemaal gefotografeerd of zijn er nog meer? Nou, ik weet wel zeker dat er meer zijn, maar ja, deze jongen is nou niet te staan. En als er mensen zijn dus die iets vinden dat niet op mijn site staat, dus het me alsjeblieft laten weten, want dan ben ik er als de kippen bij. Maar nou fotografeer je alleen kapellen in Brabant. Waarom ga je niet naar Gelderland, Limburg of Zeeland? Nou, daar kan ik wel graag blijven. Hè? Maar zeker als je bij spreken Limburg over de Limburgse grens gaat, of gaat over de Belgische grens, dan staat kapelletjes net zoveel als bladeren aan een boom hangen. En daar kom ik ook niet verder. Nee, het blijft echt in Brabant. Ja, Brabant, het is mijn Brabant, ja. Mag ik rust zeggen. Suggesties voor Brabantse kapellen zijn welkom bij Marius. En zijn die op? Nou, dan hebben wij nog wel een idee.